dames en heren, bij weer een nieuwe uitzending van Hos Praatcafé. De uitzending duurt tot 20:30, zodat ook de voetballiefhebbers dit keer niet over hoeven te schakelen. Daarom gaan we maar snel beginnen. We zitten in de uitzending vanavond, een gesprek met Harry van Hal met betrekking tot de nieuwe vervoersregelingen voor gehandicapten. Een opname van Circus Rens, Te Voetenveld met Peer Verhoeven, Synonomen een Cor uit Haren en natuurlijk het journaal. Eerst gaan we over naar Peter Korvers in gesprek met Harry van Hal. Welkom Harry van Hal en Ivo. We gaan praten over de wet voorzieningen gehandicapten. Mensen die gehandicapt zijn hebben recht op speciaal vervoer en die regeling gaat veranderen. En dan gaat in de hele gemeente Haren gaat één regeling gelden. Harry, eerst aan jou de vraag. De regeling zoals die tot nu toe is, kun je die kort en simpel, maar hij is niet echt eenvoudig, uitleggen? Dat wil ik in ieder geval proberen. Het is zo dat op dit moment binnen de gemeente drie verschillende systemen gelden. Voor Haren en Helvoort is het zo dat vanaf 1 april 1994 het systeem geldt dat men een bedrag aan contanten krijgt. Dat was aanvankelijk 1625 gulden, inmiddels is dat voor dit jaar 1705 gulden. In S krijgt men voor 1100 gulden kan men gebruik maken van collectief vervoer, van een pas. En daarnaast krijgt men 605 gulden contant geld. In Biezenmortel krijgt men alleen strippen tot een bedrag van 1705 gulden. Dus op dit moment zijn er drie verschillende systemen binnen de gemeente Haren. Strippen om van een deeltaxi gebruik te kunnen maken. Dus, ja. Hè? Want ja. Daar praat je over als je over dat vervoer praat, hè, voor de gehandicapten. En dat wordt dus nu één systeem voor de hele gemeente. Wat gaat dan zo dadelijk veranderen, simpel gezegd? Ja, het meest verandert voor Haren en Helvoort. Omdat het voorstel wat er nu ligt, is, dat moet ook duidelijk zijn. Het is een voorstel wat door het college voorgelegd is aan de raad op dit moment. Het voorstel gaat morgen uit naar de raadsleden. Het voorstel is besproken met de klankbordgroep. En het voorstel is besproken met de commissie. En op basis daarvan is het voorstel wat aangepast en dat ligt nu voor. En dat voorstel behelst dat we in principe willen kiezen voor een collectief vervoerssysteem. Dat betekent dus een vervoerssysteem met deeltaxi. Belangrijk daarin is dat het verschil ten opzichte van Haren en Helvoort, daar krijgt men niet meer het contante bedrag van 1705 gulden. Voor Haren en Helvoort, maar ook voor de overige dus, is het systeem als volgt. Dat men, als men een eigen auto heeft en geïndiceerd is uiteraard. En dat wil zeggen, geïndiceerd voor? Wil zeggen dat de GGD bepaald heeft dat het iemand is die in aanmerking komt voor dit aanvullende collectief vervoer. Dan krijgt men dus, als men binnen het gezinsverband of de woonsituatie of de leefsituatie waarin men leeft een auto ter beschikking heeft, dan kan men het bedrag in contant ontvangen. In andere gevallen dan is het in principe zo dat men voor 1600 gulden strippen krijgt en die strippen zijn te vergelijken met, of dat zijn dezelfde strippen als die in het openbaar vervoer gehanteerd worden. Concreet gaat dat in de vorm van een pasje. Dat pasje dat geef je af in de taxi en die haalt er dan als het ware de strippen af. Ja. Men hoeft dat niet zelf bij te houden. PZN, dat is de vervoerder, of althans degene die het vervoer regelt. De personenvervoerder in Nederland. Juist. Ja. Die houdt dat allemaal bij. Dus als op enig moment iemand wil weten hoeveel strippen heb ik nog, hoe ver kan ik nog reizen, dan een telefoontje naar PZN en je weet hoeveel strippen je nog hebt. En je kunt dus gewoon van Helvoort naar Amsterdam rijden en naar Leeuwarden, dat maakt allemaal niet uit. Totdat de strippen op zijn. Tot de strippen op zijn. En men kan dus reizen voor 600 strippen op jaarbasis. Ja. Dat betekent dan een bedrag van 1600 gulden. En daarnaast krijgt men nog 400 gulden contant geld. Vrij te besteden? Nou, vrij te besteden. Het is in principe bedoeld voor vervoer. Elke strip, daar wordt verwacht dat een geïndiceerde twee kwartjes bijbetaalt. Ja. Want het is aanvullend collectief vervoer. Eigen bijdrage. Ja. Ja. Daarnaast is het zo dat de medisch geïndiceerde, dus als het iemand die geïndiceerd is en die heeft medische begeleiding nodig, dat die gratis mee kan. Een medische begeleider dus. Een sociaal begeleider, dat kan de partner zijn of een dochter of wie dan ook. Die betaalt ook twee kwartjes. Op dezelfde maar nu gaan we er al heel diep op in. In elk geval, de algemene regeling lijkt me op zich redelijk helder. Het is een deeltaxi aan de ene kant, nu voor de hele gemeente. Iedereen kan van een deeltaxi gebruik maken. Ja, dat deeltaxi, dat is misschien toch goed om dat ook te vertellen. Dat in de praktijk blijkt dat in 90% van de gevallen het geen deeltaxi is.
Omdat het in de praktijk blijkt dat combineren van ritten vaak heel lastig is en in de praktijk dus heel weinig voorkomt. Het kan dus wel, als het goed uitkomt, omdat toevallig twee mensen vanuit ongeveer dezelfde straat naar eenzelfde locatie moeten of op de route ligt, dan zou het kunnen. Maar in 90% van de gevallen kun je ervan op aan dat het gewoon een taxi is voor degene die hem besteld heeft. Ja. Goed, je noemde al eventjes net, Harry, de klantbordgroep. Ivo Beretti is voorzitter van de klantbordgroep. Klantbordgroep WVG. Ivo, kun je uitleggen wat daar voor mensen in zitten en wat doen ze precies? Ja, wij zijn bij elkaar gekomen eigenlijk al in het voorspel dat de WVG-regeling zou bestaan. Vroeger werden er heel veel subsidies aan gehandicapten gegeven vanuit allerlei verschillende organisaties, zal ik maar zeggen. Daar is de WVG voor in de plaats gekomen en het was een regeling dat er op lokaal niveau eigenlijk de gelden en de subsidies besteed zouden worden aan de gehandicapten. Nou, daar zaten we natuurlijk met een probleem omdat de lokale overheid vaak niet de deskundigheid enzovoorts in huis had. Die hadden natuurlijk wel hun verenigde Nederlandse gemeente achter zich. Maar wij zijn van ons uit, en meer vanuit het klankbord, meer vanuit de mensen die gehandicapt zijn, zijn wij de gemeente eigenlijk gaan ondersteunen. De gemeente heeft daar ook om gevraagd. We hebben vanuit de gemeente ook een subsidie gekregen om dat te gaan doen. We zijn cursussen gaan doen. Maar wat we gedaan hebben is gepoogd om uit alle geledingen die met gehandicapten te maken hadden in Helvoort, om daar mensen uit te krijgen. En dat is ook goed gelukt. Ouderen, mensen die lichamelijk gehandicapt waren, mensen die visueel gehandicapt waren, et cetera. En vandaar hebben we geprobeerd te destilleren van ja, wat voor behoeftes liggen er om ondersteund te worden. Die ondersteund zou kunnen worden vanuit de WVG gelden. En er vindt, neem ik aan, regelmatig overleg plaats tussen de gemeente, dus met name dan uit de wethouder van Hal en de klantbordgroep. Nou, we hebben onszelf de taak gegeven om dat inderdaad te doen. In de loop van de jaren veranderen vaak ook van de overheidswegen. Van bovenuit wordt er vaak nog ingegrepen op de WVG. En we zien onszelf als een vinger aan de pols dat goed loopt. En dit is bijvoorbeeld een hele grote verandering. Daar zijn we al vanaf mei dit jaar mee bezig geweest, ons uitgebreid laten voorlichten enzovoorts. En van daaruit zijn we ook in contact getreden met de gemeente en op de duur is dat inderdaad een vice versa spel geworden. Ja. Je zei net, we moeten er niet te veel inhoudelijk op ingaan, maar ik denk dat de grootste taak van de klankbordgroep is juist wel het inhoudelijke. Mm-hmm. Uiteindelijk het financiële plaatje wat er uitdraait, dat is eigenlijk de resultante van een inhoudelijke discussie. Ja. Wat denk ik toch belangrijk is even om te zeggen, Harry die gaf net al aan, het gaat voor een groep die geïndiceerd is. Maar wat ook belangrijk is, is dat het voor een groep is die toch aan de onderkant van de maatschappij zit, dus niet de volledige financiële middelen heeft. En je moet dus een bepaalde inkomensgrens moet je aan voldoen. En je moet inderdaad gehandicapt zijn. Ja. En pas dan kun je gebruik maken van de vervoersvoorziening. En dus het zijn vaak mensen die eigenlijk die vaak toch wat knijp zitten. Ja. Kun je het zo zeggen? Ja. Populair gezegd. Ja. Zo kun je dat stellen. De regeling, dus nu ga je een deeltaxi, ja, nog wat aan het woord, is misschien wat misleidend. Nee, maar toch die regeling krijgen voor de hele gemeente. Formeel een deeltaxi. Is dat nu een verbetering tegenover het oude systeem, toen we dus die eigen bijdrage hadden en die deeltaxi, dus allebei? Nou, ik denk dat het een forse verbetering is. In het verleden, dat lijkt een beetje een ommezwaai. In het verleden is er een forfaitair systeem gekomen waar de klankbord volledig achter stond. Maar dat heeft te maken met een collectief systeem wat er op dat moment op tafel was, wat absoluut niet kon voldoen aan de vervoersbehoeften van de gehandicapten die daar recht op had. Het was bijvoorbeeld niet regio-overschrijdend. Dat wil zeggen, als iemand uit Helvoort naar de Biezenmortel zou willen rijden, Biezenmortel was gemeente Udenhout, dan zou hij op de grens van Biezenmortel zou hij in één keer over moeten stappen in een volledige taxivergoeding. En uiteindelijk zou dat gehandicapten meer kosten, als dat hij handje-contantje een geldbedrag in handen kreeg. Handje-contantje geldbedrag, dat is toch een bedrag van 1600 gulden. Als je een beetje op de hoogte bent van taxitarieven, dan kom je daar toch op zich niet zo ver mee. Dus op zich een collectief systeem zagen wij wel zitten, maar dat moest inderdaad grensoverschrijdend zijn enzovoort. Dat is nu wel. Dus het systeem wat er was, dat is ook onderuit gegaan. Dat is nu, denken wij, een goed systeem. Ja. Wat echt voldoet aan de A naar B voordeurbehoeften. Hè? Ja. Mensen kunnen bij een voordeur instappen en bij de ander waar ze heen willen er weer uit. En of dat nou in Groningen is, of Düsseldorf, of wat dan ook, dat maakt niet uit. Ja. Ja. Het hele systeem gaat in op 1 januari, is eigenlijk al heel snel. Harry, is er nog genoeg tijd voor voorlichting, voor informatie naar die doelgroep toe, naar die gehandicapten? Ja,
Nou, genoeg, wanneer is het genoeg? Het is nooit genoeg, denk ik. Maar we zullen er in ieder geval wel alles aan doen om het systeem zo helder mogelijk uit te leggen naar mensen toe. En met name ook om te benadrukken, en dat wil ik nu ook doen, want het is ook zo'n onderdeel van het bekendmaken naar mensen toe. Vandaar ook dat wij hier vanavond zitten. Om de mensen echt erop te wijzen dat het geen luxe is of wat dan ook. Dat het gewoon een recht is waar ze gewoon gebruik van moeten maken. En dat ze zich niet moeten schamen om in die taxi te stappen. Ja. Maar dat het gewoon vervoer is wat echt voor hen bedoeld is, waar ze absoluut recht op hebben. En waar ze dus maximaal gebruik van moeten maken. We zien het ook als een bevordering van zelfstandigheid van de mensen zelf. Je bent niet meer afhankelijk van je buurman. Dat je buurman wil reizen is natuurlijk prachtig, maar in feite zou het niet meer hoeven. Je kunt een telefoon pakken en je kunt gaan reizen. Heb je enig idee hoeveel mensen nog buiten de boot vallen die niet weten van die regeling, die er gewoon geen gebruik van maken? Zijn hier nog veel? Daar hebben wij geen idee van. Ik denk dat natuurlijk mensen zijn die er geen gebruik van maken. Ik denk bijvoorbeeld dat het een biezenmortel zo is. Want daar maken ze gebruik van een collectief systeem. En daar wordt eigenlijk maar heel weinig gebruik van gemaakt. Dus er moet iets gebeuren aan voorlichting enzovoort. Hoe komt dat nou? Door toch te weinig voorlichting naar mensen toe, denk je? Ja, ik denk misschien een klein dorp met een hechte sociale gemeenschap die dat toch eerder op hun schouders neemt. Ja, ja. Maar dit zou in feite een uitbreiding kunnen zijn voor de mensen met een handicap die daar recht op hebben. En in die zin heeft de klankbordgroep zich ook uitgesproken om voorlichting enzovoorts daar de gemeente in te willen ondersteunen. En, want daar komt een voorlichtingsavond waarschijnlijk. Misschien wel avonden. Ja, naast deze uitzending die daar uiteraard ook voor bedoeld is, is er morgen ook een bijeenkomst met de pers om daar ook eens proberen wat aandacht voor dit onderwerp te krijgen. Om op die manier mensen te attenderen op de mogelijkheid en met name weer eens te benadrukken dat het gewoon een recht is waar ze echt gebruik van moeten maken, kunnen maken. Daarnaast is het zo dat we afgesproken hebben dat we voor 1 januari, dus in december, nog een informatieavond willen beleggen in of de Domp of in Gastemos of in ieder geval in een van de gemeenschapshuizen voor alle geïndiceerden binnen de gemeente. De meeste zijn op zich wel bekend. Het gebruik, dat is verschillend. Op dit moment gebruikt bijvoorbeeld in S 30% van degenen die een pasje aangevraagd hebben, die gebruiken het ook daadwerkelijk. Ja. En in Biezenmortel is dat 30%, 30% wordt verbruikt van het totale budget. Ja. Dat kan wel zijn dat er meer mensen gebruik van maken, maar als iedereen kan er voor 30% gebruik van maken of 30% maken van het geheel gebruik. Ja, ja, en in Biezenmortel is dat op dit moment nog maar 20%. Dus op zich denk ik dat er nog best de mogelijkheid is om dat wat natuurlijker, wat gewoner te laten zijn. Mensen hebben toch kennelijk een bepaalde schroom om in een taxi te stappen. En een beetje het idee van naar de buurt toe van, goh, kan ik dat wel maken om in een taxi te stappen? Is dat niet wat luxe? Nee, het is gewoon een recht. Dat een mooie taak met name voor jullie groep lijkt mij, om ook die mensen te kunnen bereiken. Hè? Die achterban van gebruikers, potentiële gebruikers. Ja, in het verleden toen de WVG aan bod kwam, toen hebben wij ook verschillende voorlichtingsavonden georganiseerd. Zowel in S als in Haren als in Helvoort. Ja. Daar bekendheid aangegeven via de HOS, via het pomphuisje, noem maar op, Loes heet het geloof ik. En om op die manier de bekendheid aan te geven. En ik denk dat we dat opnieuw moeten doen. Er zit misschien ook een stage aan het vervoer. We hebben ook een groep ouderen natuurlijk die in een minimumbeleid vallen. En dat is misschien een goed idee om daar eens over te denken of we die misschien ook niet binnen een soort collectief systeem zouden kunnen trekken. Akkoord. Ik dank jullie wel allebei voor jullie bijdrage aan dit gesprek. Had ik nog één vraag naar jou. Toen vandaag zijn 80 ambtenaren verhuisd van het oude naar het nieuwe gemeentehuis. Hoe is dat gegaan? Ja, op zich is verhuizen altijd een heel gedoe. Dat weet je uit eigen ervaring. Hoe het precies gegaan is, dat weten we pas maandag, denk ik. Maar morgen loopt het traject ook nog. Het is een zeer ingrijpende operatie, dat mag je wel stellen. Het is buitengewoon lastig. Het is ook buitengewoon lastig naar de inwoners van onze gemeente toe, naar de klanten als het ware. We hebben ze deze week nauwelijks kunnen bedienen. Dat is erg frustrerend, ook voor ons. Ja. Veel telefoontjes, of zijn ook die niet aangekomen? Ja, nou, veel telefoontjes, maar ook mensen die het dan toch, want we hebben toch geprobeerd van tevoren om het aan te kondigen. Heel veel mensen hebben daar absoluut begrip voor, dat is ook heel duidelijk. Niet iedereen heeft dus kennelijk die signalen ontvangen die we toch uitgegeven hebben via pers en via lokale omroep. En dan is het heel frustrerend als iemand toevallig toch nog een vrije dag gepakt heeft en komt. En hij kan niet bediend worden. Maar dat is voor beide partijen heel frustrerend. En het systeem lag plat, hè? Het systeem van computers. Ja, op het moment dat je computersysteem van het ene gebouw naar het andere moet brengen, moet je er even de stekkers uit trekken. Anders werkt dat niet. En ze konden er ook geen persberichtje meer uit sinds dinsdag, begrepen van de voorlichter en dat soort ongemakken. Ja, ja. Is dat allemaal maandag verholpen?
Zijn jullie weer toegankelijk? De intentie is dat maandag alles weer operationeel is. En de eerste dagen zal dat best hier en daar nog met wat haken en ogen gaan. Maar de intentie is... Je neemt al een slag om de arm. Om maandag... Ja. Nou ja, ik neem geen slag om de arm. Maar je weet als je een totaal computersysteem weer aan zet... en er zit toevallig één stekkertje niet goed... Nee. Ja, dat dat soms een halve dag zoeken kost voordat je daar vindt... welk dat nou precies los zit als de beugelhonderd in geplucht moeten worden. Maar alles komt goed, zo maandag dan rond de zaak weer prima. Ik denk dat we dan in een optimale accommodatie... de mensen van onze gemeente weer optimaal kunnen bedienen. Dat is de intentie. Ja. En beelden daarvan zijn te zien in het journaal straks. Ik dank u nogmaals en ook Ivo nogmaals voor dit gesprek. We gaan door met een act van Circus Rens. Want die waren in hel voor een paar weken terug... Hier zijn ze, Circus Rens. Thank you.
Thank you.